Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Cat Cool No podcast. En ik heb vandaag weer zo'n toffe gast, namelijk Frank Los. Hey Frank, welkom! Hey, hoi Kat! Wat tof dat je er bent. Wij kennen elkaar, ik weet eigenlijk niet eens waar we elkaar van kennen, maar we kennen elkaar toch alweer een tijdje. En we, ja, op een of andere manier komen we elkaar soms tegen. En ik vind dat altijd een enorm feest. Ik vind jou een enorm inspirerende persoon. En mijn eerste vraag is natuurlijk, Frank, wie ben jij nou eigenlijk en waar word jij blij van? Wat doe jij zoal? Oh, dat is een mooie vraag. Wie ben ik? Dat is een van de diepste vragen die je maar kan stellen. En waar je eigenlijk nooit een antwoord op kan geven. Want als je naar jezelf kijkt en die vraag probeert te beantwoorden, kom je alleen maar gedachteconstructies tegen. Ja. En dat komt eigenlijk, dat is een gedachte van de non-dualiteit. Dat je eigenlijk nooit kan weten wie je bent. Maar ja, in het werkelijke leven is dat niet erg praktisch. Dus in het dagelijks leven ben ik Frank Los. En ik verhelder complexiteit. Ik help eigenlijk vernieuwers helder te communiceren, zodat ze de groep meekrijgen. Oh, wauw. En hoe moet ik dat zien, Frank? Waar doe je dat? Wat vernieuwers? Dat is best wel een breed begrip. Wat voor soort organisaties vind jij leuk om mee te werken? Ik ben vooral actief in allerlei dingen die maatschappij aangaan. Zorg, welzijn, maatschappelijke uitdagingen. En daar ben ik ook heel blij mee, want eigenlijk alle projecten waar ik aan meewerk, die zorgen er eigenlijk voor dat de wereld een beetje mooier wordt. Wauw. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ik ben nou bijvoorbeeld, word ik door regio Rivierenland, word ik gevraagd om met jongeren van 16, 17 jaar, en die benoemen ze negatief, mm-hmm, zonder startkwalificatie. Oh. Ik weet nog niet eens wat het is. Maar, en alle professionals die praten er eigenlijk best wel negatief over deze jongeren. Ja, ze kunnen niet zoveel, ze kijken niet zo ver vooruit, ze kunnen niet lezen. En uiteindelijk geven ze mij dan de opdracht, help deze jongeren om een mooie toekomst voor zichzelf neer te zetten. En te inspireren hoe zij een weg door het leven kunnen banen. En dan denk ik gelijk, oh, dan moet ik eigenlijk maar vergeten wat al die professionals tegen me zeggen. En op zoek gaan naar de innerlijke schat in de jongeren. En kijken, hey, welk gaaf avontuur kan je met deze ingrediënten aangaan? Ja, wat gaaf. Ja. Ja. Dat mag ik een jaar lang gaan doen. Wauw. Ja. Dat is dus tof. Dat wordt echt een campagne waar ik echt... Ja, ik dacht, laten we het ook super concreet maken. 3 maanden lang ga ik zo'n jongere eigenlijk volgen, terwijl ik die jongeren op weg help. Dus heb je al een idee wat je wilt doen als deze opleiding klaar is? Nee. Ik vind het leuk om daarover na te denken, wat eigenlijk je grotere plan is. En dan gewoon heel langzaam en dan gewoon lekker de jongeren op sleeptouw meenemen. Van kom, we gaan gewoon op pad en we gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En we gaan met die kletsen. En dan nemen we allemaal op video. En dan heb je eigenlijk een tijdlijntje van 3 maanden van deze jongeren. En dan ben ik 10 volgen. Wauw. Ja, wat een goed idee, man. Ja, dat en dan krijg je eigenlijk andere jongeren, die krijg je dan eigenlijk allemaal eigenlijk inspiratie van. Ja, want je kan het ook achter gesloten deuren doen, maar door het op te nemen kan je en ook die jongeren natuurlijk nog weer iets meegeven, dat ze terug kunnen kijken naar het proces wat ze gevolgd hebben en zien de groei die ze doorgemaakt hebben. Ja. En tegelijkertijd kunnen ze daar anderen weer mee inspireren. Iedereen precies, die zo'n belachelijk stempeltje opkrijgt van kansarm of whatever, ja, van bullshit dingen ze daar allemaal over zeggen. Ik heb daar wel een mening over, hoor je het? Ja. Dat ik denk, ja, maar in iedereen zit goud. En ja, jij kan als geen ander ook mensen echt anders doen kijken. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een van je krachten, dat weet ik ook. Ik volg je natuurlijk al heel lang op social media en ik zie jou ook de verhalen die je vertelt over hoe je het aanpakt en wat je dan doet. En welke vragen je stelt, dat is heel anders dan de standaard manier inderdaad. Dus dat is wat heerlijk voor de jongeren, dat ze gewoon
perspectief krijgen. Ja, ja, dat hoop ik dan maar. Ja. Nou ja, in ieder geval... heel bescheiden in. Ja. Want als ik daar instap van... ik ga jou helpen perspectief te krijgen... ja, en je komt met zo'n attitude eigenlijk binnen... ja, er zit niemand op te wachten. Nee. En dat is denk ik ook waarom ik voor de doelgroep vernieuwers kies. Ja. Want vernieuwers... Die gaan in gedachten, die zijn helemaal belonkende beloften aan de horizon. En die zijn eigenlijk al onderweg. En dan zijn ze al op pad en dan kijken ze om. En dan denken ze, oh, de rest staat nou 100 meter achter me. En dan vind ik het heel mooi om dat lijntje dan te leggen. Naar de groep die ze hebben verlaten, als het ware, per ongeluk. Om te zorgen, hey, hoe maken we die verbinding weer en zorgen we dat dat als één beweging weer naar de horizon toe zuist? Ja, ja, ja. En dat ze elkaar allemaal een beetje beter gaan begrijpen. Hè? Dat ze, want ze spreken vaak gewoon een andere taal. Ja, dat zeggen ze dan, hè? Maar ja. Volgens mij, hè, praat iedereen Nederlands. Dat is ook zo. Die andere taal, die bestaat er eigenlijk alleen maar uit dat er moeilijke woorden worden gebruikt. Ja, ja. Dus ja. Eigenlijk spreken ze geen andere taal. Ze gebruiken gewoon hele bijzondere woorden. En de mensen worden ook niet zo heel erg geholpen. Want dan zeggen ze, ja, het moet Jip en Janneke zijn. Ja. Ken je Jip en Janneke? Ja. Jip speelt in de tuin. Jip ja. Ziet een gat in de heg. Ja. Jip steekt zijn hoofd erdoor. Daar ziet hij een leuk meisje. Janneke. Ja, zo willen wij toch niet communiceren? Nee, ik ben het met je eens. Dus ik heb daarvoor bedacht een verjaarstaal. Als okay. je iets zegt, kijk dan of je hetzelfde zou kunnen zeggen op je verjaardag. Of dat mensen dan zitten... Wat zeg je nou, joh? Doe even normaal. Ah, oké. Okay. Dat is een veel betere test dan Jip en Janneke. Ja, ja, ja. True. En natuurlijk wat je ook nog doet, is het kijken buiten de hokjes en buiten de lijntjes en buiten de labels en buiten de dingen. Want jij krijgt een doelgroep toegewezen die wordt gezien als van, nou ja, we weten niet zo goed wat we ermee moeten. En kansarm stempeltje erop, zo. Ja. En terwijl dat jij denkt van, hé, maar ik kan van alles met die jongeren. Ik kan ze inspireren. Ik kan ze allerlei verschillende perspectieven laten zien. Niet één perspectief, maar 100 perspectieven. Je hebt natuurlijk een hele holistische benadering van dingen. Hè? En ja. Nou, wat je zegt van kijken wat er nog meer allemaal is. En dat zijn ze natuurlijk niet gewend. Dus dat is hoe heerlijk is dat om dat, om dat mee te mogen maken. Ja. Ik zou eigenlijk vinden dat het standaard zou moeten zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Ja, maar... die lijntjes... en die kaders... en de vakjes... dat zijn natuurlijk allemaal denkbeeldige begrenzingen. En mensen hebben dat als houvast. Mm-hmm. En op het moment dat het je houvast is... ja, dan kan je ze ook niet laten zakken, hè? Nee. Pas op het moment dat je kan denken, oh, maar ik heb dit lijntje wel, maar het is eigenlijk ongeldig, want er kan net zo goed een ander lijntje staan. Ja. Dan leef je eigenlijk pas vrij. Ja. Dan zijn die lijntjes verdwijnen natuurlijk nooit. We hebben allemaal meningen en oordelen, die komen allemaal op. Maar in mijn geval zijn ze allemaal ongeldig. Ja. Ja. Ze zijn hooguit voor het gemak. Ja. Voor een beetje houvast. Ja, het is wel praktisch om lijntjes en kaders te hebben. Ik vergelijk wel eens met dat je anders over de stoep loopt. Je weet eigenlijk niet zeker of alle tegels wel echt van steen zijn. Oh ja. Het zou zomaar kunnen dat dat alleen maar in je geheugen zit. Dus als je heel realistisch bent, moet je bij elke stoeptegel even voelen of het wel houdt.
Ja, dat is eigenlijk een hele realistische benadering. Ondertussen is het een stuk gemakkelijker om gewoon die draadjes en die lijntjes te vertrouwen. Het gewoon te weten, dit is een stoep waarop ik loop. Ja, zie je het voor je als iedereen dat gaat doen, zo voelen. Ja. Dan met die voetjes eerst zo even pootje baaien op de tegels. Heerlijk. Even voelen, houdt u. Ja. Moet je voorstellen, hier de hele stad met allemaal van die mensen die dat aan het doen zijn. Ik heb er al een story bij. Ja. Maar goed. Maar nee, tof, Frank. Dus nou ja, dat soort dingen doe jij. En eigenlijk op heel veel plekken. Ja. In allerlei verschillende... met allerlei verschillende uitdagingen. Maar eigenlijk met de grote rode draad van... het verhelderen en het versimpelen van ingewikkelde toestanden. Ja, eigenlijk haal ik de ruis weg. Ja, mooi. Mooi. En als we het over rijkdom hebben, dan heb ik het idee dat jij daar wel gevoel bij hebt. En dat je ook wel een idee hebt wat jouw rijkdom is. En in deze podcast hebben we het over rijkdom, in de brede zin van het woord, maar ook over geld. Ja. En... Ja, geld is natuurlijk, voor de een is het energie, voor de ander is het een ingewikkeld ding. We hebben allemaal van huizen uit daar iets over meegekregen. En ik ben wel benieuwd, wat heb jij daarover meegekregen, Frank, van huis uit? Vanuit huis uit was geld altijd een probleem. Mm. Mijn moeder was manisch depressief. En in haar manische periodes... ging ze heel veel kopen. Ja. Compleet koopziek. Dus daar was te weinig geld. En mijn vader, ik denk dat hij een beetje onzeker was, maar hij moest altijd de nieuwste auto's hebben. Hij kocht een auto en die ruilde die na een jaar om en had hij weer een nieuwe auto. Okay. En dat verantwoordde hij door te zeggen dat het goedkoop was. Want dan had hij geen reparaties. het was een ramp geld. En als het over mij gaat, ik vind geld best wel lelijk. Want het zet een voorwaardelijkheid neer. Ik doe wat voor jou als jij wat voor mij terug doet. Het mooiste zou ik vinden als we elkaar compleet konden vertrouwen en alles gratis voor elkaar deden. En precies deden waar we eigenlijk zelf willen. En volgens mij zou het dan net zo mooi aansluiten zoals het in de natuur aansluit. Mm. En als je naar buiten kijkt, je ziet de mensenmassa lopen, denk ik, nou, ik snap wel dat we geld nodig hebben, want de meeste mensen zijn zo volwassen nog niet, dat ze aan vertrouwen toe zijn. Ah, ja, ja. En dan is het gewoon accepteren, oké, geld is... En dan wordt het, ik heb ook een spagaat gehad, omdat ik geld verantwoordelijk hield voor allemaal narigheid in de wereld. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar wacht eventjes. Het is niet het geld zelf, het zijn de mensen die het geld vasthouden. En wat ze ermee doen. En als idealisten, zoals ik, zeggen, ik wil niks met geld maar te maken hebben, blijft al dat geld eigenlijk bij de mensen die er sneuwe bedoelingen mee hebben. Dan kan ik maar beter dik geld verdienen, want als het ergens op een goede plek is, dan is het bij mij. En het leuke is, ik heb al dat geld helemaal niet nodig, want ik ben met heel weinig tevreden. Dus op een gegeven moment verdien ik veel geld en kan ik daar een mooie wereld van kopen. Ja, ja, super. Ja. Volgens mij is dat ook, ja, dat is het ideaal. Mm-hmm. Denk ik, als je dat kan. Ja. Dat je inderdaad weet van, nou ja, weet je, en het mag ook stromen. En het is ook niet, je moet het inderdaad niet vasthouden. Kijk, ik snap ook wel dat jouw dilemma, dat je natuurlijk met organisaties werkt, met maatschappelijke organisaties, die natuurlijk ook vastzitten aan ideeën van, ja, ik moet er wel geld voor, de ruil is nou eenmaal voor geld. Ja. En dat het concept van, ik ga het op een andere manier doen, dat best wel, dat is gewoon nog niet ingeburgerd. Nee. De vraag is of dat ooit gaat gebeuren, maar ja, het zou wel leuk zijn natuurlijk als het anders kon. Maar aan de andere kant, waar je het ook mee ruilt,
blijf ruilen. Ja. Ja. En aan de andere kant heb ik ook gemerkt, ik heb ook een aantal dingen gratis gedaan. En dan merk ik eigenlijk dat gratis eigenlijk ook staat voor waardeloos. Mm-hmm. Dan verwacht je, oh, ik doe iets gratis. Dat wordt dan heel veel dank afgenomen. Maar nee, mensen zien de waarde er ook niet meer van. Ja, ja. Ja, het is interessant, hè. Dat hele, het is best een beetje stoeien. Om dan eerst al geld leuk te gaan vinden. En dan te gaan snappen dat het inderdaad, dat je er een prijskaartje aan moet hangen. Omdat ja. dan de waarde verhoogd wordt. En dat ja. je dan eigenlijk veel beter tot je recht kan komen. Ja, en het gaat ook zeer zeker om eigenwaarde. Ja, ja. En daar is denk ik wel een tekort aan in deze wereld. Aan eigenwaarde. Dat mensen hun eigen waarde durven te zien en durven te zeggen, ik ben waardig. Ik ben gewoon een mooi instrument. Ja. Ja, en ik heb iets gaafs. Ik heb gewoon een hele bende gave dingen te bieden. Dat is natuurlijk, ja, wij doen eigenlijk in die zin hetzelfde, alleen op een andere manier. We proberen natuurlijk dat goud in die mensen, we zien het en we willen het ook naar boven halen. We willen natuurlijk heel graag dat mensen gewoon ja, dat doen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden, waar ze de wereld mee blij maken en al die dingen. Zodat dat ja. allemaal een soort rimpeleffect, ja, ja, dat iedereen een beetje beter daarvan wordt. Ja, ja, dat zou toch te gek zijn, hè? Ja, 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 dat goed. Is het mooiste, ja. Maar goed, we zijn bezig, ja. hè? Ja, ach, nou ja. Een perfecte wereld, zoals wij hem als perfect zien, is volgens mij ook niet wenselijk. Want als, bijvoorbeeld, stel je voor dat alles gemakkelijk was, dan was er niks meer aan. Graaf. Dat is totaal slaapverwekkend. Ja, ja. En een goede kok weet ook, je moet die smaken afwisselen. Tegenover elke smaak staat een andere smaak. Dus ja, goed en slecht zijn niet twee dingen. Het zijn twee uiteinden van één as. Mm-hmm. Oh ja, daar ga ik ondertussen even iets tekenen. ja, want dit heb ik hier bedacht. Even heel snel, anders dan duurt het allemaal veel te lang. Maar ik doe hier het bewijs. Kijk. Oh, even snel. Heb ik zo geasseerd. Dat kan wat subtieler. Dan heb je eigenlijk een zwarte kant en een witte kant. En als je dit plaatje ziet, kun je eigenlijk niet anders concluderen dan wit is licht zwart. En zwart is donkerwit. Oké. Okay. Ja, en ja, ja, dat is denk ik wel een belangrijk inzicht. Ja, nice. en het zijn allebei niet kleuren, toch ook? Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat laat eigenlijk zien, we verdelen de wereld elke keer in twee dingen. Maar ja. Het is allemaal één. Ja, ja. Ja, interessant, interessant. Ja, dat is dat maakt wel dat je dingen heel anders gaat zien als je dat realiseert, inderdaad. Ja. En ja, nee, het moet niet de hele tijd, het moet niet de hele dag allemaal simpel en leuk zijn. Daar geloof ik ook niet. Nee. Zeggen ze, zonder wrijving geen glans, zonder regen geen regenboog en al die clichés. Maar ja, wel waar op een bepaalde manier. En mensen bij mensen valt veel meer op dat de dingen die minder prettig zijn, ja, die vallen eigenlijk veel meer op. En daardoor denken dat het leven een en al moeilijk is. Ja, maar ja, dat is eigenlijk alleen maar omdat negatieve dingen gewoon meer opvallen. Maar uiteindelijk is het gewoon allemaal in balans. Ja, ja, grappig, hè? Maar dan moet je een beetje voor uitzoomen, denk ik. Ja, ja. Frank, we gaan nog heel even terug naar het geld. Het geld, daar kan je, nou ja, dat zei je al, daar kan je een mooiere wereld van kopen. Wat zou jij nog meer doen als je geld hebt? Waar geef jij zelf je geld graag aan uit?
Want je bent een beetje minimalist, hè? Ja. Ja, waar geef ik graag mijn geld dan uit? Ik geef aan, ik wil gewoon goed materiaal hebben om mee te werken. Zodat ik ondersteund ben in mijn werk. Ja. En ik heb graag kleren. Oh, ja. Ja, en op mijn verlanglijstje staat zeker wel een huisje, een eenvoudig huisje in de natuur. Okay. En eigenlijk ook niet voor mezelf, maar dat ik ook ruimte heb om andere mensen daar te kunnen laten wonen. Mensen die een soort aansluiting hebben ook in diepgang. Oké, dus een soort community misschien wel? Of een, Community, dat klinkt te hecht. Oh, ja. Het hoeft geen kliek te worden wat mij betreft. Maar ik vind het wel leuk. Bijvoorbeeld stel je voor, je hebt een vlaggetje, een groen vlaggetje. En als dat omhoog staat in je tuin, dan kun je daar even koffie gaan drinken. Even 10 minuutjes, even kletsen en dan doei, doei. Even connecten. Ja. Ja, gewoon eventjes, ja, zo, dat het wat natuurlijker is. Het is nu echt zo, je hebt zin om iemand te zien. Dan moet je de telefoon, dan moet je bellen en meestal wordt er niet op opgenomen. En dan moet je eigenlijk in de chat en dan ga je afspreken. En dan kan je misschien over 3-4 weken, heb je een afspraak. En dan ben je ook gelijk een heel dagdeel samen. Ja, ik vind het allemaal heel onnatuurlijk. Ja, ja. Ja, het is echt complex eigenlijk, hè? En, en je denkt van, waar is de spontaniteit? Ja, ja. En je hebt 2 manieren waarop je ernaar kan kijken. Ik vind het ook wel mooi als iets kwaliteit heeft. Dus dat je langere tijd met iemand doorbrengt en dat je dan dieper kan gaan. Maar ja, sommige mensen kunnen al in 10 minuten diep gaan, hoor. Maar weet je wel, ja, het is wel vaak dat als je iemand maar heel kort spreekt, dat het dan vaak... Ja, de meeste mensen gaan dan toch een beetje in die oppervlakkigheden. Terwijl ik vind dat altijd leuk om... Nou ja, dat het ergens over gaat, zeg maar. Dus ik denk dan altijd van ja... Maar goed, dat het dan 3 weken van tevoren is... Dat snap ik wel. Dat je dat ook een beetje denkt van ja... ik wil gewoon nu. Ja. Gewoon nu. Ja. 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 Ja, dat is eigenlijk best wel bizar, hè? Dat al die hokjes tussen mensen in... Ja. Ja. En we zijn eigenlijk met een heleboel mensen samen, maar er is eigenlijk niet een echte... Het stroomt nog niet. Ja, nee. Dat zou ik mooi vinden. Ja. Ja, dus dat, ja, dat wil ik voor mezelf gaan creëren. Ja, mooi. Je hebt het ga ik ook geen wekker zetten van 10 minuten, nou is weer klaar. Nee, het duurt zolang het duurt. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, ik kan me herinneren dat je ook een tijdje een caravan had, waarmee je, of misschien heb je die nog steeds, waarmee je dan op plekken ging staan waar mensen dan bij jou in de caravan een gesprek konden aangaan. Mm. Dat was een beetje ook dat idee natuurlijk, hè? Ja, ik heb hem eigenlijk met name gekocht, omdat ik op heel veel bijeenkomsten was en dat mensen eigenlijk zeggen... we moeten tijd maken voor een gesprek. Meer tijd om even samen te praten over hoe het is, te evalueren, duidelijke keuzes te maken. En het wordt elk jaar weer gezegd en ze doen het niet. Dus ik dacht, ja, dat komt omdat ze weer opgeslokt worden door de waan van de dag. Dus toen dacht ik, als ik nou die caravan parkeer... in de periferie van de waan van de dag, dan faciliteer ik die gesprekken en het evalueren en het beschouwen op de dagelijkse realiteit. Ja. En dat werkte best wel goed, hè? Nou,
Ik heb, het kwartje is nog niet helemaal gevallen. Het is wel, ik heb een aantal neergezet om de collectieve wijsheid in beeld te brengen. Hè, dat er heel veel mensen langskomen. Maar ik heb nog niet echt zo'n plek gehad dat die echt ervaren wordt als het plekje waar je even heen gaat. En dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren bij een oudere organisatie. Waar veel oudere mensen wonen. Daar mag ik in ieder geval met mijn verkenker even langs alle locaties gaan. Cool. Om daar op te halen van, ja, wacht even. We doen het zoals we het al 30 jaar hebben gedaan. Maar er komt gewoon echt een tsunami van bejaarden op ons af. We moeten echt op een andere manier gaan werken. Er zijn ook nog eens minder handen. We moeten echt ontzettend creatief worden met elkaar. Ja. Nou, dat kan heel mooi in die caravan. Ja, de verken-caravan, hè, heet die. Ja. Superleuk. Tof. Nou ja, aan ideeën heb je in ieder geval geen tekort. Nee. Maar wat nou als jij nog maar één tientje hebt? Als ik nog maar één tientje heb? Ja, wat zou je dan doen? Als jij nog weet van, ik heb de komende tijd nog maar één tientje. Wat doet jouw creatieve brein daarmee? Ga je de stress? Wat zeg je? Ga je in de stress of wat ga je doen? Nou, ik zou eigenlijk, ja, ik weet het al. Als ik nog maar één tientje heb, dan koop ik een tekenblok en een stift. En dan doe ik wat ik 30 jaar geleden deed. Want dan ging ik eigenlijk kroegen in en dan ging ik aan mensen vragen, zal ik een karikatuur van je tekenen? En die verkoop ik dan overal. Ik krijg lekker een herinnering dat jij ook een keer een karikatuur van mij getekend hebt. Ah, op een festival. Ja. Dat is alweer even geleden, maar wat grappig. Ja, dat kan jij heel goed, ja. Ja, wat slim. Ja. Dat is iets wat je natuurlijk, ja, dat is iets wat eigenlijk iedereen wel leuk vindt. En dat heb je altijd in handen, dus dat is wel grappig. Ja, ja. Oh, ja, ja, je moet even zoeken naar de juiste plek waar het gekocht wordt. Ja. Maar dat, ja, zo hier, op deze manier ben ik uit mijn eigen impasse terechtgekomen. Je moet je voorstellen, ik had een hele moeilijke jeugd. Want mijn moeder die had een psychische stoornis. En ik kwam heel onzeker en wankel uit ons nest. En ik zat op een hbo en ik was echt compleet aan het wankelen, aan het zoeken. Wat moet ik nu? En ik ben een keer op Koninginnedag karikaturen van gaan verkopen. En toen verdiende ik opeens in een uur 90 gulden. Toen dacht ik, wauw. En toen dacht ik, oh, dan ga ik ook in de winkelstraat zitten. Toen verkocht ik niks. En toen dacht ik, oh, maar dan moet ik slim gaan nadenken. Wat is het verschil tussen Koninginnedag en de winkelstraat? Feest. Het moet feest zijn en dan vinden mensen het leuk. Dus ik moest feestelijke gebeurtenissen opzoeken. Toen ben ik eigenlijk met mijn OV-studentenkaart naar allemaal festivals gegaan. En heb daar karikaturen verkocht. En ik dacht, wat een gehannes, want het was nog niet eens internet. Hè? Dus het was gedoe om uit te vinden waar die festivals waren. Dan ging ik in de trein met twee stoeltjes en een schilderijlijst met voorbeelden. Een tas vol met tekenspullen. Ja. En soms verkocht ik daar niks. En ik zat met mijn OV-studentenkaart in de trein. En ik dacht, kan ik het eigenlijk hier niet al gewoon verkopen? Toen dacht ik, ah, je mag denk ik niks verkopen in de trein. Maar wat nou als ik ze gratis maak en ik vraag aan de mensen om een vrijwillige bijdrage. En toen ging ik dus met mijn OV-studentenkaart twee keer in de week met de trein. Ik woonde in Amersfoort, maakte een keer een rondje. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort. En haalde ik in 4 uur 90 gulden op. Twee keer in de week als student. En toen dacht ik, ja, maar toen was mijn over studentenkaart afgelopen, want mijn studie was klaar. Toen dacht ik, oké, wat is nou de volgende stap? Toen ben ik de kroegen langs gegaan.
ging ik dus naar de kroegeigenaar en zei ik, hey, mag ik bij jou in jouw kroeg karikaturen verkopen? Krijg jij 10%? En dan moesten ze allemaal lachen. Ze zeiden, hou die 10% maar, kom maar lekker karikaturen verkopen. En zo had ik eigenlijk een heel rondje langs alle kroegen in Amersfoort, waar ik de karikaturen verkocht. En het was het lekkerste geld wat ik ooit in handen heb gehad. Moet je je voorstellen, kwam ik thuis een hele zak vol met kleingeld. En er zat echt zo op de tafel. Al dat geld op tafel. En dan tellen. En dan was het elke keer tussen de 200 en de 300 gulden. Nou, dan voelde ik me zo rijk. Dan wilde ik het nog wel een keer tellen. Ja. En ik was ook dronken, want ik kreeg overal gratis bier. Goeie combi. Oh, geweldig. Ik moet wel lachen, want ik ben in Amersfoort ook tijdens mijn studie heel vaak de kroegen langs geweest. Want ik bezorgde van die boomerang free cards, weet je wel. Dan had je zo'n rekje met van die kaarten. En dat was mijn baantje. Dus ik kwam ook altijd in alle kroegen in Amersfoort. Ja. Dat is wel grappig, ja. Maar het is eigenlijk heel bijzonder hoe je eigenlijk nu innerlijke rijkdom koppelt aan geld. Want dat geld was dus echt wel degelijk waardering. En het was voor mij, was het op dat moment eigenlijk het bewijs dat ik ertoe deed. Ja. Ik voegde iets toe. En ik ging daardoor instant gewoon steviger in mijn eigen lijf zitten. En ervaren, ik heb een plek op deze wereld. Ja. Ja. En als je alleen maar complimenten had gekregen, had het toch anders gevoeld. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Denk ik. Het geld was hartstikke lekker. Dus het is toch belangrijk, conclusie. Maar dat geeft niet. Kijk, wat ik er interessant aan vind, is dat je in principe, dat het lekker is dat je je ook rijk kan voelen met weinig geld of met minder geld. Dat je het idee omarmt dat je het altijd kan maken. En wat jij nou net, dat is een prachtig voorbeeld van, dat je geld gewoon op elk moment kunt maken. Je kan het gewoon creëren. Je verdient het niet, maar je kunt het zelf voor jezelf creëren. En, en dat is gewoon, dat geeft heel veel power, denk ik. Ja. En dat is best wel belangrijk. Mm-hmm. Maar heb jij nog, dat je zegt van nou, want je gaat best wel lekker nu. Geld is voor jou niet meer een issue in die zin. Maar als je echt gewoon een kraan zou hebben die gewoon, waar continu geld uit zou komen. En je zou echt gewoon filthy rich zijn. En zou je leven er dan nog anders uitzien dan nu? Of, nee. En met de tiny house dan erbij en... Ja, dan woon ik gewoon in het bos op een mooie plek. Ja. Dan heb ik die droom gemakkelijk gerealiseerd. Ja. En dan hoef ik verder helemaal geen spullen of dingen of luxe of buitenissige ervaringen. Dan pomp ik alles in dingen die heel erg goed zijn voor de wereld en die het geld vermeerderen. Zodat ik echt daar iets laat groeien waar ik eigenlijk zelf niks mee te maken heb. Ja, dat je het blijvend kan doen. Ja, en ik zou het ook echt ontzettend stil houden. Dat ik zoveel geld had. Anders komen ze je kidnappen. Ja, of komen ze geld bij je... komt iedereen geld bij je willen lenen en zo. Ja, maar ik zit me wel eens voor te stellen. Als je miljonair bent en je bulkt van het geld... Ja. En je woont in zo'n grote villa, dan moet je kind wel met een lijfwacht naar school, hè? Ja, en dan moet je zo'n heel groot hek om je huis en camera's en zo. Dat is niet fijn, hoor. Nee, dat lijkt mij ook geen droom. Terwijl toch veel mensen zoiets hebben van, dat lijkt me gaaf. Maar ja, goed, jij komt in je tiny house en je bent gewoon hartstikke toenaderbaar. Als je vlagje omhoog is, dan zijn ze welkom bij je op de koffie. Ja. Frank, wat maakt jou rijk? Wat maakt jou echt rijk? Wat mij echt rijk maakt, is dat ik zie dat ik dit poppetje niet ben. Dat ik bewustzijn zelf ben die een dans doet.
En dat alles één is. Ja. Ja. Dan is armoede tevens rijkdom en rijkdom tevens armoede. Alle contrasten zijn met elkaar verweven en één dansend geheel. En die dans die in mij speelt, dat is rijkdom. Cool. Ja. Ik vergelijk het eigenlijk als ik... het is een beetje misschien best wel standaard. Weet ik eigenlijk niet. Stel je voor, ik ben een boom. Er zat vroeger mijn aandacht in de blaadjes. En ik dacht, oeh, dat gaat als een gek. Toen dacht ik, oh, maar ik ben ook takken. Nou, als ik daar mijn aandacht ligt, dan is het al een stuk rustiger. Toen, oh, ik ben ook die stam. Oh, het zijn alleen maar de uiteinden die zo ritselen. Hé, maar verrek. Ik ben de wortels. Ik ben eigenlijk gegrond in oneindigheid. Ja. Dat is rijkdom. Ja, dat je dat realiseert. Dat je dat zo kan voelen. Ja, of zo kan zien. Ja. Ja, dat je... Het is ook weer uitzoomen eigenlijk, hè? Dat je uitzoomt op jezelf en dat je op een of andere manier maak je jezelf niet belangrijker dan al het andere. Ja. En want je bent er een onderdeel van. En tegelijkertijd is het ook wel belangrijk. Ja, nou... De waarheid heeft geen behoefte volgens mij om belangrijk te zijn. De waarheid is er gewoon. En dat is al genoeg. Dat heeft de titel van belangrijk niet eens meer nodig. Nee. Het is. You're right. Ja, ja, ja. En uitzoomen is misschien eerder nog loslaten. Ja, dat kan inderdaad. Maar dat kan alleen als je er afstand van neemt. Ja, 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 ja. Het uitzoomen is nodig voor het loslaten. Klopt. Ja. Ja, zodat je eigenlijk kan zien... alles wat ik vasthoud. Wat is daar nou eigenlijk de waarde van? En geeft het me eigenlijk... Die zekerheid die ik erin zoek. Ja. Het is net als met dit flesje, hè? Ja. Als ik dit al mijn hele leven vast heb... durf ik dat echt niet zomaar los te laten. Nee. En iedereen zegt, joh, wat doe je nou met dat flesje? Ja, dan heb ik mijn hele leven al vast. Dan geef mij nou vast. Maar het slaat ergens op, want je kan gewoon niks meer met je handen doen. Nee, dat is waar. Ik zag laatst een hele mooie video over trouwens. Over een glas water vasthouden. Dat die man die zei, hoeveel weegt dit glas water? En dan moesten die mensen, zijn publiek moest raden hoeveel dat glas water woog. En toen zei hij, het maakt helemaal niks uit hoeveel het weegt. Want het gewicht is afhankelijk van hoe lang jij het in je hand houdt. Want op het moment dat jij het nu 5 seconden vasthoudt, is het niet zo zwaar. Maar op het moment dat jij het een uur zo recht voor je vasthoudt, wordt het echt wel pittiger. Gaat je arm trillen, dan op een gegeven moment gaat het zakken. En dan wordt het in één keer een soort zware last. Terwijl het water, wat erin zit, is nog steeds hetzelfde water. Alleen het gewicht van het water is hoger geworden doordat je het langer vasthoudt. En dit is ook een boeiende, want tegelijkertijd, stel je voor, ik heb een rugzak, mijn hele leven, een rugzak op mijn rug van 20 kilo. Volgens mij heb ik dan ook niet meer door hoe zwaar die rugzak is. Ja, ja. Dat heb ik dan pas door als ik de rugzak afdoe. Want ik ben zo gewend aan dat gewicht, het valt niet meer op. Ja, true. Ja. Ja. Dus allebei de kanten zitten erin. Dat de zwaarte zwaarder wordt, maar ook dat je het op een gegeven moment niet meer merkt. Ja, ja, dat is ook zo, dat je het dan niet meer voelt. Ja, ik denk dat een rugzak, dat is natuurlijk anders. Maar nou, ik vond het wel interessant. Ik dacht wel van er zit wel wat in. Ja, dat klopt. Maar in principe zit overal wel wat in. Hè? Dat is ook het leuke. Ja. Van de verschillende perspectieven. Dus altijd wel iets te zeggen voor een verschillend perspectief. Dat vind ik ook leuk. Ja. En dat is natuurlijk ook dat is een van de dingen die ik denk dat jou
goud is. Een ingewikkelde zin maak ik daarvan. wat vind jij zelf dat jouw goud is, Frank? Wat denk jij dat jouw grootste... Je hebt een hele toolbox. Je hebt allemaal talenten en dingen, inzichten in je leven opgedaan. En wat vind jij zelf jouw allergrootste goud? Of je kracht? Of je... Verheldering, zodat er begrip ontstaat. Ja. 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 En ik denk, ja, ik heb het in mijn transparante kerk eigenlijk ook al gezegd. Tegen alle heilige huisjes moet je schoppen. Want dat is de enige manier om te ontdekken of het huisje wel echt heilig is. Want echte heilige huisjes ondervinden er geen hinder van. En de onechte heilige huisjes, die storten in elkaar. En dat is volgens mij verheldering. Ja. En de transparante kerk noem je het. Kan je dat nog een beetje uitleggen? Kan je dat nog even verhelderen? Ja, ik verhelder dat even. Daar hebben we natuurlijk nog niet over gehad. Nee. Ik heb in het jaar 2011, dus dat is al 11 jaar geleden... heb ik een kerk laten maken, de transparante kerk, helemaal doorzichtig. En als je die opliest, dan was die 9 meter hoog. Staand konden er 100 mensen in staan, zittend 30. Allemaal bierbankjes. En dat was de kerk van ruimdenkendheid. Dus dat was een geloofloze kerk. Een kerk waarvan het de bedoeling was dat die leeg zou lopen. Ja, is dat gelukt? Ja. Eigenlijk was het mijn bedoeling om daarmee bij organisaties te gaan staan. En daarmee eigenlijk de religie van de organisatie te onderzoeken. Wat voor dingen worden hier eigenlijk geloofd die eigenlijk alleen maar in de weg staan? Maar ik was nog niet zo goed in het bereiken van markten. De marketeer in mij was nog totaal onderontwikkeld. Dus ik stond daar vooral mee op festivals als bijzondere attractie. Dus uiteindelijk, terwijl mijn bedoeling was om het in dialoog te doen, was ik een zender. En dat vond ik wel, ja, het was wel vermakelijk, maar ik heb eigenlijk mijn doel er niet mee bereikt. Maar het was wel een bijzonder project. Ja, het is en wel... heel gaaf is, het is nog geopend door Jules Deelder. Oh, serieus? Ja. Jules Deelder die had namelijk mij zien toen was ik nog entertainer. En toen tekende ik karikaturen en met gedichten erbij. En Jules Deelder die heeft 1/2 uur zich vermaakt bij mijn act. En hij kwam na afloop naar me toe en zei... Nou, ik vond echt goed wat je deed en het gebeurt niet vaak dat ik dat zeg. Wow. Dus ja, dat was echt een heel mooi compliment. Ja, ja. Nou ja, goed, het is inderdaad... Ik denk wel dat jullie in die zin ook wel een beetje... de blik op de wereld delen. En nou ja, goed. Een soort van... ook wat ruimdenkender zijn. Ja, ja. Dus ja. En eigenlijk is ruimdenkendheid... is eigenlijk het loslaten van beperkende overtuigingen. Dan word je zelf ruimdenkend. Want dan denk je, ja, jij kan wel zo denken dat het is, maar iemand anders denkt dat het anders dan het is. En hoezo denk jij dat je gelijk hebt en de ander ongelijk? Ja. En dat noemen mensen, maar mensen noemen dat wel realistisch. Ik ben heel realistisch. Dan zeggen ze eigenlijk meestal, mijn kaders staan gewoon muurvast. Ik ben niet van plan om ze los te laten. Dit huilige huisje krijg jij niet om. Ja, daar mag je niet tegen schoppen. Ja. Ja, ja, als het ware wel, ja. Ja, maar het is wel waar dat eigenlijk alles valt of staat met de ideeën die je over de dingen hebt en de gedachten die je erover hebt, de opvoeding die je... Dat is ook waarom ik die vraag stel over dat geld, van wat je meegekregen hebt. Want die overtuigingen, my god, die kunnen je de rest van je leven dwars zitten als je dan niet doorbreekt. Ja. En ook de overtuigingen over inderdaad eigenwaarde,
Wat is rauw rijkdom? Weet je, dat mensen echt een soort vastgeroest beeld hebben over wat dat nou precies is. Terwijl je kan het super breed zien. En dat is juist leuk ook om het heel breed te zien. Daarom, ik heb nu zoveel mensen al deze vraag gesteld. Het is zo leuk om te zien. Er zit wel echt wel overduidelijk een rode draad in. Bij de meeste mensen is het wel, ja, komt het wel overeen. Maar het is toch grappig om te zien van, nou, ja, ieder perspectief is een perspectief. Het is allemaal niet de waarheid. Maar het is zo leuk juist. Ik hou ervan. Ja, en wat volgens mij ook een goede vraag is in dit stuk is... ben je al kopje onder geweest? Wat? Mensen die heftig ziek zijn geweest. Of psychisch in de kreukels hebben gelegen. Of enorm verlies hebben meegemaakt. Die komen meestal op een terrein waar zich een enorm potentieel zich laat zien. Ja. En je ziet eigenlijk, en ik noem dat kopje ondergaan. Ja. Als je kopje onder bent geweest, dan kom je er meestal gewoon rijker uit. Ja. Ja, ja, dat is ook waarom ik dat goud ook heel breed zie. He, sommige mensen zeggen van ja, dat is je talent. Nee, ik geloof dat het ook je inzichten zijn. Je mooie levenslessen. En inderdaad, alle shit die je meegemaakt hebt. Dat is eigenlijk meestal het grootste goud. Ja. Daarom ben ik ook zo superrijk. Ja. En jij waarschijnlijk ook. Ja, ik bedoel, als je gewoon veel uitdagingen... in ieder geval niet een smooth leven heb gehad, dan is dat natuurlijk eigenlijk, ik zie dat allemaal als winst. Ja. Je denkt van, ik zou het liever niet meegemaakt hebben, maar aan de andere kant denk ik, als dat dan zo is, dan, ik weet wel, dat vind ik mijn rijkdom, dat ik veerkrachtiger ben dan ooit. Mm-hmm. En ik vind dat een hele fijne gedachte. Ja. Dat basisvertrouwen wat je hebt van, Ik ga wel kopje onder, maar ik kom wel weer boven. Dat is misschien ook die wortels en die takken. Ja, ja, ik denk het wel. In stevigheid. Dat je gewoon stevig staat. Dat je weet van, maar mijn wortels... Kijk, mijn boomstam kan afgehakt worden, maar die wortels, die zitten in die grond. En ook die wortels kunnen afgehakt worden, dat kan van alles. Maar dan nog, ik weet, ik groei wel weer uit. Ik weet dat ik wel weer mijn blaadjes krijg en allemaal dingetjes. En dat gevoel, maar dat moet je ervaren hebben. Kijk, als je dat één keer meegemaakt hebt, dan weet je het misschien nog niet zeker. Maar als je twee keer meegemaakt hebt, dan kan je al wel denken van... misschien kom ik wel op mijn pootjes terecht. Misschien kan ik wel inderdaad elke keer weer boven komen drijven. Ja. Dus ik vind dat een heel prettig idee. Ja. Ik word daar heel relaxed van dat idee van... Het is heel simpel. Je komt elke keer weer boven, behalve als je onder blijft. Ja. En dat is dan wat het is. Dat is dan, en daar kan ik dan ook wel oké mee zijn of zo. Dat is grappig. Daar heb ik nog een grappige beeldspraak van bedacht. Als je maar diep genoeg zinkt, kom je vanzelf met je voeten op de grond. Ja. Wat zeggen ze? Rock bottom is solid ground. Ja. Dat is ook natuurlijk gewoon zo. Ja, vind ik wel mooi trouwens. Ja, tof. Weet je wat ook schijnt? Als mensen in een waterkolk komen. Dat is geweest volgens mij ook echt. Een hele groep mensen in een waterkolk kwamen en van de volwassenen stierf een heel aantal. Maar alle kinderen hebben het overleefd, want die konden nog niet zwemmen. Die hebben zich dus laten meevoeren door de waterkolk. Onderaan de waterkolk word je eigenlijk vanzelf weer omhoog gestuwd. Maar als je tegen gaat spartelen en in de weerstand zit en dit niet wil laten gebeuren, dan dat stik je. Nou, ik vind dat zo filosofisch. Ja, mooi voorbeeld. Ja, ja. Nou ja, en echt iets wat je... Ja, dan moet je natuurlijk leren. Dat is ook weer loslaten, hè? Het is allemaal loslaten de overtuiging inderdaad van dat je het met zwemmen wel redt. Nee, dus. Maar inspirerend, Frank. Echt leuk. Mm.
Mooie voorbeelden geef je. Over inspiratie gesproken. Heb jij een favoriet boek? En wat is dan jouw favoriete boek? Waarom? Het boek wat mij het meeste in beweging heeft gebracht is De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Ja, dat heeft mij op het spoor gezet om kennis te maken met de eeuwigheid. Ja. En toen kocht ik een boek, Stadsboek van een Handboek voor de Stadskrijger. Van de Barefoot Doctor. Ik vond het zo'n geweldige titel. Oh ja, die heb ik ook nog ergens in de kast liggen. En in dat boek stond een oefening. Kijk niet uit je ogen, maar ga eens even van wat dieper uit je schedel kijken. En toen dacht ik, wat? De werkelijkheid is heel anders. En in één keer viel bij mij dat kwartje. En toen heb ik eigenlijk een jaar lang rondgelopen. Maar dat had ook wel een tegenkant. Want ik raakte een soort onbetrokken. En mijn ogen vielen half dicht. Dus ik liep eigenlijk als een soort Stony door het leven. Maar het was zo lekker. Ik bleef daar gewoon in. Totdat ik op een gegeven moment merkte, oh wacht eventjes. Als ik dit niet meer doe, dan blijft dit ook gewoon. Dus toen ontdekte ik, maar misschien heb ik ook dit jaar wel nodig gehad om er doordrongen van te raken. Ja. Oh, ik grappig. Ben zelfs nog een keer naar huis gestuurd of van een optreden, omdat mensen dachten dat ik aan de drugs was. Dat heb je helemaal niet nodig. Ja. Ja, oh wat gek zeg. Ja. Nou ja, wel interessant experiment inderdaad. En gewoon leuk om te ervaren van hoe dat dan is. En ook fijn dat je dan uiteindelijk concludeert, ik heb het helemaal niet meer nodig. Ik hoef het helemaal niet op die manier te doen. Ik heb die tool nu en ik kan die inzetten wanneer ik het maar wil en hoe ik het wil. Dat is natuurlijk heel, ja. En als het gaat over voorbeelden, inspirerende voorbeelden. Heb jij iemand of iets wat jij bewondert, waarvan jij denkt van nou, dat vind ik echt een ondernemer, maar het kan ook een filosoof zijn of weet ik veel, een kunstenaar. Er zijn er zoveel en ze hebben allemaal weer een ander aspect. Ja. Ik ben bijvoorbeeld dol op de muziek van Frank Zappa. En ik vond die man ook zo geniaal, omdat hij overal lak aan had en alles belachelijk maakte, wat er maar belachelijk te maken viel. Mm-hmm. In de spirituele wereld vind ik Rupert Spira echt een prachtige leraar, omdat hij zonder goeroe te zitten wezen heel helder vertelt over de absolute werkelijkheid. En dat er totaal geen ego aanwezig is. Wim T. Schippers, die humor die hij had in al zijn werk en hoe hij de grenzen van kunst oprekte. Nou, geniaal. Ik ging een keer naar een overzichtstentoonstelling van Wim T. Schippers en toen kwam er zo'n hele serieuze suppoos naar mij toe, die zei, past u op de pindakaasvloer? Ja. En dan moest ik zo om lachen. En toen heb ik me achteraf ook zitten afvragen. Realiseert die suppoost zich dat hij deel uitmaakt van het kunstwerk? Ja, 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 ja. En als je uitglijdt in die pindakaas, je zit onder de pindakaas in de tram. Ja. Realiseer je dan eigenlijk ook dat je eigenlijk deel bent van het kunstwerk? Ja. Het is niet. Ja. Ja, dat vind ik prachtig. Het is wel een enorme geur, die pindakaas. Ik heb die tentoonstelling nooit gezien, maar volgens mij is dat dan. Nou, ja, het is echt wel lang geleden, hè, die pindakaasvloer. Dat is. Ja, ik weet niet eens of Wim T. Schippers nog leeft.
Oh, dat weet ik ook niet. Ja, wel, volgens mij wel. Oh. Maar maar boeiend. Ja, maar ik vind het wel mooie voorbeelden. Want het zegt wel veel over wie jij bent, ook als persoon, denk ik. Ja. En ik heb ook altijd één vraag, die vind ik zelf altijd wel grappig om te stellen. En dat is, als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat... puntje, puntje, puntje. Dan zou je weten dat ik compleet onschuldig ben. En altijd liefdevolle bedoelingen heb. Wauw. Ja. Ja. Twijfelen mensen daaraan? Nee, toch? Dat weet ik niet, maar dat is het eerste wat in me opkomt. En misschien is dat ook al vanuit mijn jeugd. Een soort stem die nog klinkt. Omdat ik ook verguisd ben in het verleden. Gepest ben ook. En... Ja. 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 Ja, omdat je eigenheid hebt, hè? Dat is altijd een dingetje. Ja, ja. Eigenheid. Ja, er zijn ook, het is ook echt bizar. Achter mijn rug om gaan ze altijd aan mijn vrouw vragen. Is die thuis ook zo? Oh ja. Ja. Dus er zit een soort. Ja. Ja. Mist tussen mij en een aantal mensen. Ja. Nou ja, goed. So be it. Ja. Ik heb er geen last van. Daarom ben je ook een verhelderaar. Je verheldert de communicatie tussen anderen. En misschien is de uitnodiging ook wel dat je verheldert wie je zelf bent. En dat doe je al, hè, natuurlijk. Maar dat is ook een proces. Dat je leert jezelf steeds beter kennen. En je weet steeds beter wie ben ik nou en wat kom ik eigenlijk hier doen. Ja. En hoe zit dat eigenlijk met die bomen en die wortels? En dan is het ook veel helderder voor anderen. En dan gaan ze ook minder achter je rug om zich afvragen wie je nou eigenlijk bent, denk ik. Ja, ik denk dat het blijft. En ik denk dat het eigenlijk niks met mij te maken heeft. Sowieso niet, hè? Dat had het vroeger al niet. Maar goed, weet je, dat is met pest natuurlijk altijd zo. Ja, het raakt je wel. Mm. Als het je niet zou raken... Nee, het raakt mij nu niet meer. Nee. Maar ik kan... Ja, nergens last van. Nee, maar vroeger natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt van... Dus dat is het is altijd heel, heel lastig van waarom is dat dan? Maar ja, aan de andere kant... Het heeft je ook gevormd, weet je. Het is ook weer een onderdeel van je toolbox nu. Waardoor je ook, denk ik, juist mensen die het een beetje anders zien... en mensen die een bredere kijk hebben op de dingen heel goed begrijpt. Ja. Dat is ook een kracht. Ja. En zo denk ik dat je hem ook altijd moet inzetten. En dat is wel... Wat is jouw allergrootste levensles? Of een grote levensles waarvan je zegt van... Nou, dat heeft best wel dingen voor mij... omgedraaid, veranderd? De grootste levensles is eigenlijk dat hier niemand zit. Ja. Dat ik er eigenlijk tegelijkertijd wel en niet ben. Ja. En dat een complete shift teweeg heeft gebracht in... hoe ik naar het leven kijk. En dat als ik bijvoorbeeld heel erg... Ik kan bijvoorbeeld ook nog maar heel erg... geïdentificeerd zijn in wat er allemaal gaat. Of misschien eng, spannend, of boos. Dat ik altijd denk, ik kan gewoon met een kleine uitzoomen. Hè, dat ze noemen. Ja, nou, dat is het uitzoomen. Weer terugkomen eigenlijk in de essentie van wie ik ben. En daar is compleet niks aan de hand. Of alles is aan de hand en niks tegelijk. Ja, er zijn in ieder geval niet de verhaaltjes... die er allemaal zijn. Nee. Nee. Ja, lekker is dat, zo hè? Diep. Ja. Zo rustig ook. Mm. Ja. Ik moet zeggen dat ik niet continu in die staat van zijn ben. Ik merk wel dat ik echt wel ook door de dagelijkse gedoetjes... af en toe echt enorm afgeleid kan zijn. Maar het is zo lekker als je weer terug kan daar naartoe. Ja. Moet je nou daar een bepaalde leeftijd voor hebben gekregen? Of is dat iets wat... Want ik zie het toch niet... Ja, ik zie het eigenlijk wel bij mensen van onze leeftijd. Zie ik het echt wel doordringen, zeg maar. Ja. Nou ja. Het is geen staat. En het is...
niet iets wat je kunt doen. Nee. Het is eigenlijk alleen maar een inzicht. En ja. Dat doet zichzelf als het tijd is dat het inzicht er valt. Ja. En ja, ik vergelijk het met het verhaal van de verdwaalde zoon uit de Bijbel. Niks is zo lekker als thuis zijn nadat je verdwaald bent geweest. Ja. En ja. Verdwaald zijn zelf is ook echt een bijzondere reis. Hè? Heel avontuurlijk. Ja. Thuis blijven is gewoon een beetje saai. Dus eigenlijk het proces van verdwaald raken en weer terugkomen, dat is gewoon de grote ademing van het leven. Ja, ja, mooi. Ja. Hey, ik vind het ook altijd wel leuk om te verdwalen, ja. Mm-hmm. Ik doe het soms expres. Mm. Dat is hartstikke moeilijk van, in Nederland. Dan pak ik gewoon een andere straat. Sowieso wil ik nooit dezelfde route lopen. Dat is een soort dingetje van mij. Ah, ja. We hadden een andere route. De heenweg en de terugweg moeten altijd anders zijn. Ja. Maar ook, dat is best wel een beetje OCD. Maar wat ik leuk vind aan verdwalen is inderdaad, je loopt ergens en je denkt dat je weet waar je heen gaat. En dan blijkt in één keer niet te kloppen. En dan kom je gewoon ergens en dan bleef je daar allemaal avonturen. Ja. Of gewoon, dat doe ik ook wel eens, met name in het buitenland doe ik dat heel veel. Dan pak ik gewoon een metro naar een station, wat ik bijvoorbeeld in Praag deed dat. En in Boedapest. Daar kon ik helemaal niet lezen wat er stond. Maar ik dacht, oh, dat is wel een leuk woord. Ik ga daarheen. Ah, wat goed. En dan gewoon boven de grond komen en denken van, waar ben ik nou? Oh, en dan leuk. Een soort daar je weg zien te vinden. En dan kom je op de gekste plekken uit. En dat, En dan daar jezelf staande zien te houden binnen, ik kwam ook eens in Londen in een buurt dat je dacht van, ik weet niet precies of het hier nou zo heel relaxed is. Ja. En dat je dan toch gaat kijken of je daar dan oké mee kan zijn, dat het best wel spannend is. Oh, wat goed. Oh, wat mooi. Dat roept eigenlijk in mij op, je kan plannen hebben met het leven, maar het gaat uiteindelijk gewoon zoals het moet gaan. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook mooi aan bijvoorbeeld wat in de religies dat ze zeggen. Gods wil geschieden. Ja. Dat is gewoon waar, hè? Je kan het zelf niet precies zeggen hoe het zal gaan. Gods wil geschieden. Wat God dan is, dat maakt niet uit. Ja. Maar er is iets groters wat bepaalt wat er gebeurt. En daar kan je wel invloed op willen hebben. En in weerstand zijn en uit lijn met het leven. Maar als je gewoon accepteert, ik heb wel een plannetje, maar misschien gebeurt er wel heel iets anders. Misschien komt er wel nog iets leukers. Ja, ook nog, stommers. Hè? Dat ook, ja. Ja, stommers is ook leuk. Ja. Maar leuk, interessant. Precies, daar kan je dan wel je tanden weer in zetten. Dat is dan wel weer geinig. Ja, toch? Heeft wel weer een soort extra ding. Ja. Is dat voor jou, is dat daarmee omgaan, is dat voor jou ook veerkracht? Of heb jij een andere idee van wat veerkracht is? Ik ben dat aan het onderzoeken van, wat is nou veerkracht? En kan je dat leren? Is dat iets wat je, of heb je dat gewoon? Ik denk dat veerkracht ontstaat als je leert te zijn met wat er is. Mm-hmm. Wat het ook is. Ja. En dat geluk ook onafhankelijk is van factoren. Ja. 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 Dus het was wel leuk. Ik heb in december, vorig jaar december, heb ik in een psychiatrische inrichting een vraaggesprek gehad met cliënten met een dwangstoornis. Omdat ik zelf vanuit mijn jeugd had ik mijn moeder geïnternaliseerd en ik kreeg gigantische dwangneurose toen ik begin 20 was. En die heb ik in de loop der tijd helemaal overwonnen. Het is een lang proces geweest, maar heel mooi. En in dat gesprek heb ik ook gezegd, het is eigenlijk een vluchtreactie. Wat nou als je gewoon gaat zitten en al die emoties die je niet wil voelen, welkom heet en een dansje laat doen op je schoot. En je zegt, jij mag je dansje doen. Doe je dansje maar.
En dat dat echt een eye-opener was, niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers. Want die zeiden, ja, we zijn zo geneigd om over nare dingen heen te stappen en dan weer naar het positieve te gaan. Ja, ik denk dat als je gewoon leert om ook gewoon met die nare dingen gewoon te gaan zitten en zeggen, welkom. Ja. Voer je dans maar op. Ja. En dan ook echt met nieuwsgierigheid gaan kijken, wat is dat dan eigenlijk voor een dans? Wat doet het? Waar vindt die plaats? Heeft het grenzen of niet? Ja. Waar bestaat dit nou eigenlijk uit? Ja. Het is alleen maar Ja. energie. Uiteindelijk sowieso. En dat, maar dat is wel heel, ja, het is de beauty in the struggle, hè? Een soort van dat mensen inderdaad super pijnvermijdend zijn. En dat je altijd maar op. Ik bedoel, want mensen denken dat van mij ook heel vaak, dat ik een soort van positivo ben. Dat ik alleen maar positief denk. Maar dat is helemaal niet zo. Ik kan ook heel goed zijn met angsten en met dingen die ik niet zo tof vind. En dat is wel denken. Dat is wel echt. Ja, dat is eigenlijk heel interessant als je dat kan. En als je het een dansje noemt, dan wordt het nog veel. Ja, ik vind dat een hele mooie vergelijking, om dat dan zo te zien. En het kunnen allemaal verschillende soorten dansjes zijn. En ja, gewoon een beetje onderzoeken, maar in ieder geval niet bang ervoor zijn. Ja, het is gewoon een dansje en je zit zelf op de eerste rij. Je hebt de mooiste plek van het hele theater. Ja, nice. Mooi. Ja, inspirerend. En Frank, over inspiratie nog één ding. Wat kijk en lees en luister jij op dit moment? Heb jij. Daar heb ik al eventjes geen tijd meer gehad, want ik ben gewoon totaal workaholic. Werken is het heerlijkste wat er is. Ik ben eigenlijk op het moment van aan het creëren. Maar ik ben nou eigenlijk heel geïnteresseerd de laatste maanden in marketing en in hoe je mensen kunt beïnvloeden, maar ook de werking van het brein. Wat ervoor zorgt dat het oppervlakkig blijft en hoe je meer de diepingang ingaat, wat de krachten daarvan zijn en hoe je dat stimuleert. En dat vind ik echt mega interessant. Oké. Dus met jou ook de neuromarketing. Ja, dat is natuurlijk is een Ja, want vak ik vind apart. het, wat nou als we die neuromarketing namelijk inzetten om mensen te beïnvloeden om anders naar dingen te gaan kijken, hè? Want vooral dat heel veel bewegingen niet lukken, zit eigenlijk in dat mensen vastzitten. En dan wil ik eigenlijk neuromarketing inzetten om gewoon met een beetje geweld die starre kaders te doorbreken, zodat mensen denken, ah, bevrijdende neuromarketing. Ja, precies. Ja, want er zit wel een zweepje overheen van, nou ja, beïnvloeding heeft natuurlijk positieve en negatieve associaties. Dus dat is best wel spannend. Van hoe ga je dat dan? Want ja, alle beïnvloeding is in principe ingrijpen op, nou ja, dat wat er is. Dus dat is wel interessant, maar het is wel ook een leuk dansje. Is interessant, toch? Ja, want ik Ja. zit dan ook wel na te denken over ethiek. Ja. Dat is wel een hele belangrijke. Maar ja, Ja, dat weet je is wat zeker het is? belangrijk. Als alle beïnvloeding, de onbewuste beïnvloeding, allemaal eigenlijk vanuit winst en ja, is het ook wel goed als er een soort tegenwicht Ja. aankomt van marketing de andere kant uit. Ja, nou, eens. Mooi. Nou ja, dus dat houdt jou bezig. Ja, leuk. En heb je nog een advies voor de luisteraars? Die deze podcast luisteren. Heb je nog een, nou ja, wil je nog iets meegeven? Je hebt al heel veel mooie inzichten meegegeven en mooie verhalen en metaforen, maar. Ik zou zeggen, als je afvraagt wat je aan jezelf moet veranderen, niks. Wees blij met wat je nu bent. Je bent geweldig, uniek. En natuurlijk zijn we allerlei avonturen gaande, maar je bent gewoon echt de fantastische jij.
Amen to that. Om met de kerk te spreken. Ja, tof. Frank, als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden? franklos.nl. Kijk, dat is nogal makkelijk. Ja. En natuurlijk op alle social media kanalen. Ik ben vooral actief eigenlijk op LinkedIn. Ja, hè? Ja, daar schrijf je ook elke week een blog. Ja, en op Facebook gebruik ik nog wel om mijn persoonlijke verwerkingsproces te beschrijven. Mm-hmm. Maar hoe dieper ik daarin kom, hoe subtieler het wordt en hoe lastiger het wordt om er woorden aan te geven, zonder in herhalingen te vallen. Dus dat is een beetje aan het uitdoven op dit moment. Oké. Okay. Ja. Nou, maar goed. franklos.nl, daar kunnen ze naartoe. En ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, voor de mooie inspiratie. En ik denk dat je misschien wel wat mensen aan het denken gezet hebt over dingen. Dat vind ik heel leuk. En thanks. Graag gedaan. Ik vond het fijn dit uur. Leuk, leuk. Hey, lieve mensen, dankjewel voor het luisteren. En liken en abonneren. En tot de volgende keer. Ciao. Ja, dat was hem. Dat was hem. Mm. Nou, hoe vond je hem gaan? Ja, volgens mij was het een heel mooi gesprek. Ja, ik vond het heel boeiend hoor. Leuke dingen heb je aangeraakt. En ik ging natuurlijk af en toe even terug naar de vragen, omdat het toch...